deboodschap.today. PAHO-directeur roept op tot bescherming van gezondheidswerkers. Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus is binnen een week verdubbeld in de regio van de Amerika's, zei de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatiedirecteur Carisi F. In haar wekelijkse persconferentie over de snel evaluerende situatie van COVID-19 in de Amerikaanse regio. Ze drong er beide landen op aan maatregelen te nemen ter bescherming van de gezondheidswerkers om ervoor te zorgen dat ze toegang hebben tot persoonlijke beschermingsmiddelen en benodigdheden, zodat ze kunnen zorgen voor patiënten die door de ziekte zijn getroffen. Tekort aan de meest elementaire beschermingsmiddelen maken artsen, verpleegkundigen en andere eerste lijn werkers gevaarlijk kwetsbaar als ze voor COVID-19 patiënten zorgen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.